20, 24 wordt de Siberische hamster waarschijnlijk verboden. In 2014 hebben ze dat ook geprobeerd. Het vreemde is, je mag dus wel een koe als huisdier gaan krijgen vanaf 2024. Maar een Siberische dwerghamster mag niet meer. In 2014 hebben ze dat ook geprobeerd te doen. Maar als je zulke hamsters hebt, ik heb een Siberische dwerghamster, dan moet je ze laten chippen. En laat ik eens een paar hamstervoorbeelden nemen. Kijk, dit is Nijntje, de hamster die ik nu heb. Nijntje is in deze video meer dan 2 jaar oud. En Nijntje is nu inmiddels 2 jaar en 4 maanden. En de 23e wordt ze 2 jaar en gaat ze de 5e maart in. Want ze is van 23 maart 2020. Ze proberen het mee te nemen naar boven. Dus wat je eerder hebt gedaan. Met dit. Dus ga je weer een tunneltje graven. En daar weer wat proberen te verbergen. Zoals dat. Naar je Laten hamsterbad. we kijken. Nijntje doet eigenlijk En iedere nu. dag wel knabbelen aan zo'n. Ja? Het is een soort maïsknaagsteentje. Nijntje, je bent nu ouder. En er gaat er iedere maand eentje Bijna doorheen. 2 jaar. Als Nijntje eenmaal gaat knabbelen aan zo'n knaagsteentje, dan blijft Nijntje knabbelen. Zo simpel is dat. Nou, waarom staat de Siberische hamster dan in hemelsnaam op een lijst waarop ze verboden gaan worden? Nou, bijvoorbeeld hamsters zouden bijten. Nou, ik zal een aantal. Kijk, hier zo bijvoorbeeld: je mag wel een konijn, een tamme muis en zo, een cavia. Een goudhamster mag dan wel. Nou, ik heb een goudhamster gehad. Laat ik in de goudhamster kijken. Even zoeken of ik een goudhamster kan vinden. Even zoeken. Oh, dit is Kiwi. Een hamster die ik had van rond 2017. Even zoeken. Oh, waar is het? Ja, dit is een goudhamster. Dit is in 2012. Die heeft ongeveer 3 jaar is oud geworden, Snuffy. En dit mag dus nog wel. Maar hier is een voorbeeld. Dit is hamster Cosmos. Hamster Cosmos is ook een Siberische hamster. Cosmos was heel moeilijk te temmen, maar Cosmos heeft mij nooit gebeten. Dus ik begrijp het niet. Want hamsters wordt in 2024 wordt ze verboden. En omdat ze zouden bijten. En omdat ze geen goede kooi zouden hebben. En het andere is omdat ze zich razendsnel zouden voortplanten. Over dat voortplanten, dat klopt wel. Maar er is nog iets anders. Het spreekt voor zich van de dierenwinkel. Die kan voorlichting geven. Je mag maar één dwerghamster per kooi houden. En dat is ook zo bij de goudhamster. Of je een goudhamster hebt of een dwerghamster. Je mag maar één hamster in de kooi houden. Want anders gaan ze ruzie maken. Ja, anders gaan ze ruzie maken. Dus laat ik hier zo even kijken. Hier zo zie je Nijntje weer. Heeft geen enkel zin om Nijntje Eentje. Iets anders aandacht te geven, want als Nijntje aan het knabbelen is, ja. Maar je ziet van, ik hou me gewoon mijn vingers erbij. En Nijntje die is wel een Eentje. beetje afgeleid. Je hebt wel eten gehad. Je hebt wel meerwormpjes gegeten. Hè? Nou, kijk, je zag dus dat Je hebt wel Nijntje druk aan het gegeten. knabbelen was. Je hebt ze En ook. de meeste mensen durven niet eens hun En hand in toch de nog kooi dit meer mee te willen steken na nemen. al dat onrustnieuws Hè? Kan dat toch? wat wetenschappers verkondigen van ja Tandjes hoor, blijven maar doorgroeien, hè?
Nou, zit je, zeker in Dank de je, veel Siberische hamster plezier. zouden altijd mensen bijten. Nou, deze even op pauze. Even een paar andere hamsters erbij. Ja, dit was Knuffy. Knuffy die is helaas overleden aan een zeer ernstige ziekte. Het begon met een klein beultje en daarna een hele grote beult. Hier laat ik een hamster zien aan het einde van haar leven. Dat is Kiwi. Even kijken. Nee, wacht even. Dit is Nommie. Nommie was al op leeftijd in 2014. 2014 was Nommie al op leeftijd. In 2016, augustus. Dus bijna 2,5 jaar. Kijk, je kan het zien aan de oogjes dat Nommie heel erg oud is. Ja. Dat is bij mensen ook zo. Alle levende wezens. Nommie was echt een hele mooie, lieve hamster. En Nommie die ging exact na 10 minuten, deed ze een plasje. En dan ging ze weer terug naar de kooi. Dat is even sluiten. Dit was Knuffy. Deze nog ook dicht. Dit was Cosmos. Of is. Ja, nou ja, ze lijken een beetje op elkaar, maar als je ze in het echt ziet, dan kijk van. Dit was de eerste hamster die had ik al laten zien. En dit is Kiwi. Nou, dus nu laat ik een beetje duidelijkheid geven van. Moet je hamster een chip krijgen? Kijk, de chip laten plaatsen zal duurder zijn, denk ik, dan 10 euro. Wat hier geschreven. Maar dat is het niet erg. Een dwerghamster chippen. Weet je wel niet hoe klein zo'n dwerghamster is? Dat is inderdaad, hier maken ze een grap van. Dat is net als een computermoederbord in de nek plaatsen. Een dwerghamstertje is echt heel erg klein. Echt heel erg kleine beestjes. Zo klein. Nou, hier zo. Kijk dan. Dit is Nommie. Je weet wel, je hebt de foto gezien van Nommie op hoge leeftijd. Dit is Nommie in 2015. Dat is. Meer dan een jaar voordat ze uiteindelijk zou overlijden. Nommie was een mannetje. En ja, ze is overleden in een hele koude maand, dat weet ik nog. Want de begrafenis van Nommie, daar was de grond echt heel erg hard. En een dwerghamstertje of een hamstertje mag je begraven in de tuin. Ik hoop dat ik iets meer duidelijkheid heb gegeven van kijk, van je gaat toch geen dwerghamster chippen, maar dat is toch wel wat de bedoeling volgens het huidige plan is. Op dit moment is het 2022. Vanaf 2024, omdat die chip die moet bewijzen dat je hamster geboren is voor het jaar 2024, 1 januari. En ja, sorry hoor, afgezien van de kosten van een chip in een dwerghamster. Nou, maar ja, dan kijk, om het ironischer te maken, even kijken, welk huisdier mag dat wel? Hoe mag je als huisdier hebben? Koe, hamster? Nou ja, dat is niet wat ik zoek, maar. Dus even kijken. Nou, van het kabinet mag je dus wel dit als huisdier nemen. Nou, dat gaat mij niet lukken. Ja, nou, ik weet niet hoe deskundig die wetenschappers zijn. Wat betreft hamsters, vind ik dat mensen die ervaring hebben met hamsters. Meer inzicht hebben op de situatie over hamsters. Want er is nog iets anders over hamsters. Hamsters worden namelijk ook gebruikt als proefdier. Even kijken. Het eerste jaar van de hamster op het Erasmus UMC. Onderzoek met hamsters neemt toe. Nou,
In de praktijk zijn hamsters inderdaad, ze worden gebruikt voor dingen waarover ik liever niet over spreek, omdat dat heel erg verdrietig is, vind ik zelf. Even kijken, hier zie je ook wel muizen en daarna Syrische goudhamsters, 226 goudhamsters per jaar ongeveer. Nou ja, en kijk, je ziet muizen, dat is ook wel, nou ja, dan ook wel, ja, zijn er best wel veel. Maar ik kan hier de Russische dwerghamster niet vinden. Dus dat betekent, de Syrische goudhamster mag wel gebruikt worden als huisdier, maar ook als proefdier. Nou, even kijken. En dan heb je bijvoorbeeld hamsterforum. Daar zo, staat zoveel informatie waarin mensen kunnen leren over hoe je hamsters moet huisvesten en dergelijke. Even kijken. En dat is ook bijvoorbeeld voor dwerghamsters, dwerghamster. Kijk, deze website bijvoorbeeld. Daar staat zo duidelijk uitgelegd hoe je hamsters moet houden. Je houdt ze gewoon één per kooi, maximaal. Met uitzondering van als ze jonkies hebben gekregen, dan staat ze hier ook wel. Maar ik heb een hamster niet om meer jonkies te krijgen. Ik vind één hamster vind ik voldoende. Even kijken. Kijk, de Russische dwerghamster en de Capelli-dwerghamster zijn verre familieleden. Dat betekent dat je ze wel kruisen, maar kan kruisen zo. Nou, kijk eens op die forums. In de praktijk bijt een hamster eigenlijk nooit. En als ze bijten, dan krijg je misschien een klein wondje. Maar het is niet vergelijkbaar met een hond die heeft gebeten of zo. En omdat de hamsters in de praktijk in Nederland voedsel krijgen wat uiterst hygiënisch is, hoef je ook niet bang te zijn dat een hamster een ernstige ziekte bij zich draagt. Het is niet zo dat je een tetanus injectie moet hebben, wat je bij na een hondenbeet wel krijgt bijvoorbeeld. Nou, ik wens een goed jaar verder wat betreft de hamsters. We hebben nog tot 2024. Om te kijken of de Russische dwerghamster gelegaliseerd kan worden. En hopelijk hoeven dwerghamsters en andere hamsters geen microchip in hun nek. Want dat is een molensteen om de nek van de hamster. Een hamster is gewoon te klein voor een microchip. Zo'n microchip die gaat in het lichaampje een heel klein beetje verplaatsen en een hamster. Die doet niks anders dan de wangetjes wrijven. Als de hamster de wangetjes vol heeft, dan gaan hamstertjes nou eenmaal wrijven over de wangetjes, over het ruggetje. En daarmee verplaatsen ze de microchip. En bij katten dan, of een hond, die vervoeren eigenlijk geen voedsel in hun wangen. En de wangen van een hamster kunnen heel erg groot worden. Dus zo'n microchip is gewoon niet veilig, ook voor een dwerghamster. Ook niet voor een goudhamster. Ik denk ook niet voor een muis. Nou, ik wens jullie nogmaals een goed 2022. Doeg!